De Rentriever-installatie van de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam is absoluut uniek. Zij is dat omdat het de enige Rentriever-installatie is die gebruikt wordt voor boekenopslag. Ik begon mijn werkzaamheden bij de universiteit, bij de Rentriever. En ik eindig daar ook. En in die zin zou je kunnen zeggen, het is mijn levenswerk. De Rentriever zoals we die hier in huis gebruiken biedt twee grote voordelen. Het eerste is dat we heel veel boeken kunnen opslaan, doordat die beschikt over een grote capaciteit. Er gaat 250.000 boeken in. Tweede voordeel is dat als een onderzoeker die bijvoorbeeld zijn kantoor heeft op de 12e verdieping hiernaast, een boek bestelt via zijn pc en op de enterknop drukt, dat dan de Rentriever in gang schiet en dat anderhalve minuut later het boek beschikbaar is. Dat noem ik supersnel. In de catalogus kan ik een boek aanvragen en dan wordt het door de Rentriever opgehaald. Deze computer geeft de opdracht aan de robot, aan de master column, om de container op te halen waarin ons aangevraagde boek zit. Hij wordt nu op de lopende band geschoven en gaat via de bovenste band naar boven toe. Bedankt. Leen loopt hier al erg lang rond. Hij is in 1969 in de universiteitsbibliotheek begonnen. Altijd aan de Rentriever gewerkt en gaat nu met pensioen. Ik ben bij de universiteitsbibliotheek begonnen, toen de tijd nog Nederlandse Economische Hogeschool. Doordat ik voor 10 dagen door mijn werkgever hierheen werd gestuurd om te assisteren bij de opbouw van de Rentriever. Dat was in april 1969. En dat heeft bijna 43 jaar geduurd. Een boekenrobot was in die tijd uniek. Het was een uniek systeem wat ontwikkeld is door Remington Rand. Wat toen de tijd wel in een drietal kleinere bibliotheken in Amerika geplaatst was. En de Nederlandse Economische Hogeschool was toen bezig met de bouw van dit nieuwe gebouw hier, van het nieuwe complex. En men was toen geïnteresseerd om het systeem hier te plaatsen. Het was een behoorlijke investering om dit systeem aan te schaffen. Het heeft 1,2 miljoen gulden gekost. En dat was nogal wat. Er was ook toestemming van het ministerie nodig om het aan te kunnen schaffen. En die is ook verleend. In het begin hebben we ontzettend veel problemen gehad. We hebben zelfs een periode gehad dat we hier met 5 man rondliepen om het systeem draaiende te houden. En het was ook echt draaiende houden. We hadden momenten dat er stapels containers langs de muur stonden die met de hand verwerkt werden. Kortom, ontzettend veel problemen. Er is toen een commissie ingesteld onder leiding van professor Dr. Koos Verhoef. Die zijn met het advies gekomen om de besturing van het systeem aan te passen, opnieuw op te zetten. En dat is in eigen beheer uitgevoerd, met ondersteuning van zijn vakgroep. En dat heeft geduurd tot 1980. En toen hadden we een goed werkend systeem waar iedereen mee tevreden was. Deze testopstelling die hebben we hier gebouwd om wat mogelijkheden te hebben om columns om daar onderhoud aan te kunnen plegen, maar ook om ze echt uit te kunnen testen en af te kunnen stellen. Daar heb je daar te weinig mogelijkheden voor. Dat is zo compact, daar heb je zo weinig ruimte. Dus dat vergemakkelijkt de werkzaamheden aan de robots. En dan level 0. Dagelijks onderhoud
valt op zich best mee. Dat gaat wel. Natuurlijk, je moet de zaak in de gaten houden en inspelen op eventuele problemen. De transportbanden die worden na verloop van tijd vervangen. De robots, de Master Columns, die krijgen één keer per jaar een grote onderhoudsbeurt. Die wordt helemaal nagekeken en bijgesteld. Maar voor de rest gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel aan het systeem. In 2001 was voor de Rentriever een kantelpunt. We moesten beslissen of we ermee doorgingen. Of we de Rentriever zouden blijven onderhouden en vernieuwen. Of dat we de Rentriever zouden afschaffen, afbreken. Het hele stuk leeghalen, alle boeken eruit halen en in kasten zetten. We hebben TNO gevraagd om die verschillende opties voor ons op een rij te zetten en af te wegen en te kwantificeren. Vooral ook het afbreken en helemaal nieuw inrichten was een hele klus, een hele grote investering. En we hebben er toen voor gekozen toch gewoon de Rentriever te blijven onderhouden, te vernieuwen, grote renovatie in te zetten. En dat is wat Leen nu heeft afgerond. Dit is techniek van 1980. Dit heeft bijna 30 jaar gedraaid. Dit is het laatste renovatieproject. Dat gaan we vervangen door dit. Ziet er niet zo geweldig uit, denk ik, maar dat komt omdat dit een testopstelling is. Juist nu in deze tijd zijn Amerikaanse bibliotheken bezig Rentrievers of soortgelijke systemen te bouwen. Om al die boeken die ze hebben te kunnen opslaan en toegankelijk te houden. En de bibliotheek in Rotterdam hier heeft dat al in 68 gedaan, dus die was zijn tijd ver vooruit. De Rentriever is een heel degelijk betrouwbaar systeem gebleken. En ik zelf verwacht dat die nog jaren mee kan. De Rentriever zal ook in de toekomst goede diensten kunnen bewijzen. En niet in de laatste plaats omdat hij door toedoen van Leen geheel gerenoveerd is en weer klaar is voor nog eens 10 à 15 jaar goede dienst. Leens belang is groot geweest, zeker als je denkt aan het Rentriever gebeuren. In de beginjaren heeft hij ervoor gezorgd dat het ding werkte. Dat was niet zo makkelijk. Vervolgens heeft hij ervoor gezorgd dat het goed gesmeerd bleef lopen. En uiteindelijk heeft hij enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een renovatieproject. Wat nu voltooid is en wat zal toestaan dat de Rentriever nog 10, misschien wel 15 jaar verder functioneert. Leen is heel belangrijk geweest voor de bibliotheek. Hij wist alles van de Rentriever en hij wist alles van het bibliotheekautomatiseringssysteem. Het systeem waarmee we boeken aanschaffen, catalogiseren en uitlenen. Ik zal de Rentriever zeker missen, omdat ik me nu met techniek bezighoud waar ik niet meer mee bezig zal zijn als ik eenmaal gepensioneerd ben. Dus in die zin zal ik het best momenten hebben dat ik het mis. Uiteraard ook de collega's, die mis je ook. Zeker Richard Walter, waar ik dagelijks mee werk de laatste jaren. Ja, dat is zo'n manier van samenwerken dat je zegt van ja, dat is jammer dat het ophoudt, maar zo gaat het in het leven. Leen, ik wil je heel hartelijk danken voor al die jaren van constructieve samenwerking. En ik wens je heel veel succes met al die andere dingen die je daarnaast altijd deed en die je vast blijft doen. Leen, ik wil je nog heel bijzonder danken voor een ander aspect. Je bent zoveel jaren lang voorzitter van eerst de dienstraad en vervolgens van de dienstcommissie geweest. Dat heb je uitstekend gedaan. Ontzettend veel dank daarvoor.